Hallo allemaal, ik ben Natasja en ik wou nog even delen aan jullie dat ik daarnet nog kaartjes heb getrokken van mijn spirituele skulls, mijn drakenskul en mijn kristallen schedel die ik al eens heb voorgesteld aan jullie. En ik wou even graag delen welke kaarten er naar voren zijn gekomen, want ik wou heel graag weten welke energie dat ze in hun dragen. En ik vroeg dus ook van welke drakensoort energie is er verbonden met deze prachtige drakenskul. Deze drakenskul heeft trouwens twee kristallen in zich. Dat zijn de kristallen Labradoriet en Tourmaline. Dat zijn twee kristallen die heel erg verbonden zijn met het aarde-element. Dus het is daarom ook wel logisch natuurlijk dat deze draak ook heel hard helpt met het aarden. Nu, toen ik vroeg welke drakensoort in deze skul verbonden was, kwam deze kaart naar voren. De zwarte draak. De zwarte draak van Saturnus. En heel speciaal was dat er op de achterkant van deze kaartenset. Stond er ook de zwarte draak. Dus dat was voor mij heel erg duidelijk een bevestiging dat de draak die hieraan verbonden is, een zwarte draak is. En heel erg helpt met het aarden en zo. Dat is echt prachtig. Nu, hier heb je dan een prachtige kristallen schedel. En hierbij kwamen de ka kwam toen ik vroeg welke energie is te verbonden aan jou, kreeg ik de eagle, de arends. En bij de info stond vooral geschreven dat deze erg verbonden is met het afstemmen op de engelenenergie. En toen ik vroeg of de energie van deze prachtige skull, of deze mannelijk of vrouwelijk was, kreeg ik de Holy Amethyst kaart. En dat is dus duidelijk een vrouwelijke energie. Dus dat vind ik ook wel heel erg fijn. Prachtige energie trouwens van deze kristallen skul. Ik heb ook kaarten getrokken van mijn nieuwe drakenbeeldje. Mijn prachtige oranje drakenbeeldje. En ik vroeg welke soort draak is er verbonden aan jou? En toen kwam de gouden Atlantis draak naar voren. Het is een heel duidelijk een gouden drakenenergie. Dat zie je ook wel aan het draakje natuurlijk. En toen vroeg ik ook, heb je een mannelijke of een vrouwelijke energie bij je? En toen trok ik de kaart van. Serapis Bey. Ook een heel erg gouden energie, zoals dat jullie kunnen zien. En bij de info van de Serapis Bey kaart stond ook geschreven dat deze sterk is verbonden met de Fenix-energie. En de Fenix werkt heel vaak samen met de gouden draken-energie. Dus ja, dat was een hele mooie bevestiging voor mij. Ja, echt prachtige energie. Ik ben heel erg blij dat ik deze kaarten heb getrokken. En zo leer ik dus mijn beeldjes en mijn skills goed kennen. Dat wil ik graag even delen met jullie. Heel erg veel liefs en tot de volgende keer.